Gevangenis. Oh! 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 Boterkaas en eieren, maar wat is het woord ervoor? Boterkaas. Wacht, wat gaat ze nou tekenen? Oh, hoe heet dit? Hoe heet dit? Hoe heet dit? Oh! Oh, ja. Oh! Ja, het was eerder! Ik was echt net iets eerder, man! Yo, mensen, Jaroski hier. Welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. We gaan vandaag de beste kunstwerken ooit neerzetten in Scribble It samen met Sexy Suus, Lollige Liam en Rare Raymond. Ik moest iets verzinnen. In de eerste twee rondes hebben alle woorden te maken met het onderwerp kleren. Oftewel een t-shirt, een pet, een headset, als dat onderdeel is van kleren. In de twee rondes daarna is het onderwerp entertainment. En we moeten ons de beurt het woord raden dat er getekend wordt. En hoe eerder je bent, hoe meer punten je verdient. Na deze vier rondes in totaal starten we nog eens twee rondes, waarin we alle vier hetzelfde woord moeten gaan tekenen. En daarna elkaars tekening moeten gaan beoordelen. Dus ik ga oprecht mijn best doen. En heb je er nu zin in? Ram er natuurlijk uit op blij, dat zou ik super gaaf vinden. En heel veel plezier met kijken. Oh. Moet ik nou beginnen? Ja, jij begint. Ja hoor, oh, dit ga je niet meenemen. Oké, daar komt ie. Als jullie deze niet raden, dan word ik echt gek. Zo. Een rondje. Je haartje steek. Nee, nee, het zijn kleren, hè. Oh, Raymond heeft hem al. Kleren? Ik ben net begonnen. Easy. Ja. Kleren? Ja, yeah, hij is happy. Maar ja, het zijn kleren. Het onderwerp is kleren. Ja, yeah, wat een swagger. Let's... Oh. Hoppatee. Ja, hoe wist je sowieso dat het pet was? Ja, is toch easy. Nou, het zijn wel. Ja, ja, die zit in cheaten. Oh, jij hebt er 7. Oké. Okay. Daar gaat hij hoor. Ik snap echt niet hoe er 110 verschillende... Oh, een handtas. Oh, ik had het niet... Ik ben zo dom. Ja, maar deze guy. Hij doet altijd. Altijd. Dit, dit was oprecht puur een gok gewoon. Ik maak geen grapje. Ja, ik ga dit tekenen, joh. Weet je, een cadeautje, hè? We zijn net begonnen. Een cadeautje voor iedereen. Oké, ik ga het proberen. Wat heb je uitgekozen, Liam? Je moet wel beginnen met tekenen, hè? Ja, ik zit even na te denken. 11 letters en een kledingstuk en een spijkerbroek of zo. Kijk, ik ga het gewoon even simpel tekenen. Een streep. Een snelweg. Dit ook? Het is een kledingstuk. Ja, maar het is een onderdeel. Oh! Nee, een rits. Het zijn 11 letters. Wacht. Hele rits. Ik dacht, ik zeg het deze keer niet aan top, maar ik was vergeten dat het 11 letters waren. Maar wat moet het zijn? Het begint met een K. Kijk, dit gaat tegen elkaar. Dit plus dit. Oh! Zit samen. Let's go. Ik heb hem niet aan top gezegd deze keer. Yes! Ja, goeie. Goeie tekening, Liam. Suus, die dekt een borstel. Hoe schrijf je dat? Een ritssluiting. Nee, kijk met welke letter het begint, babe. Ik weet niet, hoe schrijf je dit? Ik schrijf het. Je hebt het ook in je haar. Oh. Oh, Raymond die heeft hem hoor. Ga je hem nou echt niet raden? Oh, dit meen je niet. Oei, oei, oei. Klittenband. Ja, stomme. Ik zeg het niet. Ja. Nou, kies zelf een woord, dan doe het even beter dan. Kom op. Wat is het? Nee, als je dit weet je helemaal niet. Klompen. Crocs. Een bananenboot, wat is dit? Is dit voor kano? Oh, het is toch een soort schoen? Oh. Nee, helemaal niet. Wat zeggen jullie? Oh! Hoppa! Cowboy. Hoe noem je dat? Een sombrero. Ja. Hoe schrijf je dat? Oh! Ik zat gewoon te typen hoe ik het zei. Jan, je hebt zo'n vies persoon. Hoezo? Je zegt alles voor. Nee, ik was de laatste die het moest raden. Raymond en Liam hadden het al. Oh, dan ben je gewoon noob. Zijn jullie er klaar voor? Nee. Ah, ja. Jawel. Hier, let op deze. Nou, laat me eerst even wat tekenen voordat jullie het gaan raden, hoor. Oké, die arm is een beetje eruit geschoten. Iemand maar daar hebben we het niet over. Wat is dit? Met dit, nee. Oh! Dat is het. Oh, iemand heeft hem, let's go. Alleen Liam moet hem nog. Die stropdas. Ja? Dus het is een... Das. Ja, maar dat is een... Ja, waarom krijg ik allemaal van deze verschrikkelijke woorden? Dit zijn 2 woorden met 10 letters. Ik ga je kattenoortjes tekenen? Wat ga je tekenen, joh? Wat is dit? Een muzieknoot, wat is dit? Hoppa! Wow, Liam!
Lekker Liam. Liam, deze is goed toch? Ja, die nee. is goed. Wat? Een hoge hak. Een zo. Hoge schoen. Wat? Jezus. Jongen, die schiet er zo meteen doorheen hoor, maar wacht. Maakt het niet veel beter, Raymond. Hoge hakken. Is dat hem? Oh mijn god. Yo. Ja, maar dat is toch geen kledingstuk? Een hoog, het is gewoon een hak dan. We gaan hakken. Een pak. Daar zijn er drie. Een, oh, wat kledingstuk heeft vier. Nou, een kledingstuk heeft vier letters. Een shirt. Penguin. Dat zijn er vijf. Een... Oh, ik dacht een vest. Ik wou hem niet hardop zeggen deze keer. Wat maak jij dan? Wat ben jij nou aan het tekenen? Wacht die even. Ogen zitten echt... Huh? Ik weet echt niet wat deze man aan het tekenen is. Hij is een cyborg aan het tekenen. Wat? Oh, hoe heet deze? Maar het gaat eigenlijk hierom. Hè? Wat? Een knoop, een... Enkel hè? Vaak. Of kort. Oh, wat? Een lekker knoop in het man. Kort. Wat? Knoop in het kort, een knop. Ja. Wat? Hoe is een knop? Ja, wat? Wat is dit? Ja, maar, jongens, hoe hebben jullie deze geraden? Even zonder grap. Ja, weet jij het? Ja, Raymond die typt het gewoon verkeerd. Die wou knoop typen, die typte knop. En Suus die... Ik heb echt geen idee. Ik typte ook knoop. Het was wel een mooie tekening, Liam. Nou, dit is een knoop, want dit zijn vijf letters. Dit is een spoiler van een oude... Oh, wacht. Dit is komt een, bij. Oh. Wajow, iedereen typt het. Iedereen typt het tegelijk, joh. Ja, dat was hem al. Ik weet echt niet wie er nu heeft gewonnen, by the way. Nou, ik denk Liam, maar... Oh. Oh. Ja, dat kan de winnaar zijn. Oké, Reeld, ja, wacht maar. We gaan nog een onderwerp doen, jongen. Dankjewel. Oké, ga ik voor het moeilijke woord? Ja, hoor. Tuurlijk. Het onderwerp is entertainment. Dus ik ga voor een bioscoopkaartje. Zo, dat is wel heel specifiek. Ja, 15 letters hè, dus kom op. Een popcorn bucket. Nee. Kijk, dit hebben jullie vroeger wel gedaan. Dit hebben jullie vroeger wel gedaan? Een Nerf gun. Ja, ja. Ja, wat? Ja. Dat zijn 15 letters, Liam. Ja, een ander woord ervoor. Een balletjespistool. Wat is een ander woord voor een Nerf gun? Ja, je moet het als een echt een Nederlands woord zien. Een Nederlands woord. Een nerfgewaar. Een... Waar? Pijltjes. Oh, nu zie ik het ook. Pijltjesgeweer. het Nederlandse... Wat is het Nederlandse woord hiervoor? Kinderen spelen geweer. Met... Geweer. Het laatste woord is geweer, maar... Waar spelen Suus kinderen weten. Mee? Met... Ja. Lekker, Suus. Oh, dit ga je niet Let's meenemen. Go. Waar spelen kinderen mee? Speelge... Wajow, ik was net voor Raymond. Lekker jongens. Oké, goed getekend. 10 letters. Letters. 10 woorden, zo, dat wordt wel moeilijker dan. Oh, dit is een slee. Nee. What? Ja, let's go! Woo! Ik kon hier vroeger trucjes op, joh. Als ik er nu op ga staan, dan breekt die. Maar een bananenboot, Raymond. Een ollie, een ollie. Een kickflip. Dit is wel een heel groot. Ja, dit is wel, ja, dit is wel heel groot. Ik ga hem niet voorzeggen. Hoe schrijf je dit? Hij schrijft wel mooie blonde lokken. Ja, Raymond die kan niet typen, joh. Kom op. Hoe schrijf je dit? Hij heeft zelfs een petje op, joh. Ja, ik weet het niet, hoor. Wat is het woord, Raymond? Ja, skateboard. Ja, hoe schrijf je dat? Skateboard. In het Engels. Oh. Een skateboard. Board. Ja, dat is. Oh, ik ben alweer. Deze is easy. Let op. Oké. Streepjes. What? Let's go, Jan. Oh. Had ze flats. Ik zei deze gaan jullie snel raden. Wat moet ik hier nou weer mee? Nou, tekenen. Tekenen. Ja, ik weet niet eens wat het is. Oh, een rondje. Een cirkel. Een kikker. Nee, wacht, het is entertainment. Lely. Golf? Nee. Minigolf? Nee. Ja, ik moet dit nog even tekenen hoor, moment. Ja, dat zien we wel. Ik ben nu echt de klus kwijt. Ik maak echt geen grapje. Okay. Maak het even makkelijk. Oh, ik heb hem. Ik ben niet de klus kwijt. Zo, dit is echt slecht getekend. Bro, wat zit je te haten? Dat groen en dat zwart is goed, maar teken even wat meer op erop.
Ja, ik mag het niet voorzeggen. Meer! Er liggen toch die twee dingen op de tafel? Je hebt toch ook ronde dingetjes in je hand? Ja, maar ik ben toch niet klaar. Ik weet wat het is, ik weet niet hoe het heet! Ja, maar wat... wat denk je dat het is dan, Suus? Wacht... Oh, jemig. Gokken! Hoe heet het? Kom, heb jij nog 20 seconden? Ik mag het niet meer voorzeggen, dan worden mensen boos. Roulette, nee! Het is ook geen blackjack, maar het is... Geen casino! Dat gaat schreeuwen! 2, 1, poker! Ik was zo goed bezig! Ja, je was zo goed bezig! Die is een tafel. Hij zegt het ook gewoon, dus een tafel. Een tafel. Tafel? Een tafel met dit erop. Ja, het is... Fondue! Nee, het is geen eten. Nee, het is entertainment, maar... Een stoomtrein. Je hebt dit vroeger gespeeld. Een robot. Misschien 4 op een rij, nee. Het is vroeger gespeeld en misschien laatst. Oh! Let's go! Zo! Nee, het is geen hamburger. Nee! Lekker man! Ja, maar hoe heet heel hard dit? Oh, mooie tekening. Hij heeft wel een pijl als arm, maar ja, Suus die heeft hem ook. Ja, wat voor spelletje is dit? Ja, dat je zo'n blokje eraf moet halen, maar klopt, ik weet niet hoe het heet. De eerste letter is een J, van Jan. Raymond. Oh! Dat is kut. Kijk. Ja, een beetje voorzeggen mag wel als iedereen het heeft. Nou, er staat al een streep. Oh, nog één. Een toverdoos. En weer een tafel. Oh. Nee, dit is een doos. Gevangenis. Oh! Boterkaas en eieren, maar wat is het woord ervoor? Boterkaas. Wacht, wat gaat ze nou tekenen? Oh, hoe heet dit? Oh! Oh, ja. Oh! Ja, het was eerder! Ik was echt net iets eerder, man! Oh, wow, joh, ik was aan het nadenken hoe je schreef! Ja, ik ook. En ik blijf hier zitten. Ja, kom op, Raymond. Je hebt cijfers 1 tot met 9 en dan moet je kijken waar... Ja, Suus is het ook aan het tekenen. Ja. Maar hoe moet ik weten hoe dat ook weer heet? Oude mensen spelen het. Alleen maar boomers. Ja, ik dus. Oké, top. Ja, ik weet dat het bestaat. Nou, wat goed van je! Wow, die agressie! Raymond, jongen! Typ het! Hij is aan het typen, maar ik weet niet wat voor woord eruit gaat komen. Mitozen! Je zat in de buurt! Een boom. Hoezo is dit een... Waarom denk je dat dit een boom is? Ja. Oh. Nee, oké, het is een boom. Hatsflas. Dit is wel een boom. Oh, wacht. Wacht. Een chameleonboom. Ik tik dit 2 keer verkeerd, man. Oh. Oh, iemand heeft hem al. Yo, ik ben nog even aan het tekenen, Liam. Je moet niet zo snel zijn. Ja, ik weet het niet, hoor. Liam, hoe weet jij dit allemaal? Dit is een dansende boom, joh. Nee. Nu moeten jullie het echt wel weten. Kom op, nu moeten jullie hem weten, hoor. Oh. Ja? Goed zo, dank u wel. Alsjeblieft. Zo'n trappetje, hè? Dat is een trappetje. Ja, dank u wel. Het is wel mijn prachtwerk, dit. Ja, dat wel. Ja, maar ik kan nog steeds niet tekenen al deze video's. Dat lukt nog steeds niet. Maar hoezo is een boom het entertainment eigenlijk? Een boom het bouwen. Ja, true. Totdat je in de spijker gaat staan. Of uit de boom vallen. Je moet even voorstellen dat dit... Een garage. Tent is, oké? Okay? Een tent. Camping. Ja, villa. Kamperen. Het zijn 6 letters. Ja, dit is een tent. Wat? Hoezo is de rode tent? Nou. Hoppa. Oh! Oh my, ik snap al waarom het een rode tent is. Wow, yo. Ja, oké. Ik weet waarom die rood was, Ray, want ik neem mijn woorden terug. Heb ik eindelijk een keer gewonnen. Voor het eerst. Oh. Ja. Ja! Yes! Ik vind dit niet leuk. Ja, maar nee, ik ga steeds. Ik heb een stuntman gekozen, maar jullie mogen zelf weten. Het wordt met de meeste stemmen die... Stuntman. Die wordt gekozen. Oké, wacht. Ik heb hier wel een vette tekening voor. Ik ook. Alleen, ik weet wacht. Ja, maar die tijd gaat heel snel voorbij, hè, jongens. Dus... Maar moeten we allemaal tekenen? We moeten allemaal hetzelfde woord tekenen en dan gaan we elkaars woord gaan we reten. Oké. Ja. En that's it eigenlijk. Ik ben zo benieuwd hoe jullie dit gaan tekenen, by the way, maar... Nee. Oh, die van mij heeft erg grote voeten, maar ik heb geen tijd om het aan te passen. je krijgt mooi een blauw pakkie aan, waarom niet? Hatsflats. Je krijgt een mooie helm op.
roze gezicht. Welke achterlijke debiel heeft dit onderwerp gekozen? Jan. Stuntman. Hey, hoezo? Ik vind het beroep... We hebben samen het woord gekozen, nee, hè? Je had moeten zeggen wat voor... Ik vind dit helemaal niet leuk. De tijd is om, de tijd is om. Ja, hier. Oké, okay, Suus, ja, Suus is als eerst. Nou, dit maar dit is gewoon goed. Dit is gewoon goed, wat? Dit is gewoon astronaut. Ja, ja, deze was gewoon goed, hoor. Nee, ik krijg de tyfus. Ja, nee. Krijg van mij een brons. Liam, je krijgt van mij helemaal niks. Wie is dit? Oh, Liam. Oh, die is sick. Nee. Yo, jawel, deze is ook goed. Jawel, deze is vet, hij springt er overheen. Ja, 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 ja. Spider-Man. Kijk, ik heb mijn best erop gedaan, weet je. Nu komt het. Yo, wat is dat touw lopen? Voortdansen. Wat heb je... Oei, 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 oei. Ja, nou ja. Waarom heb ik er één van je gekregen, Suus? Omdat je dit stomme onderwerp hebt gekozen. Nou, oké, okay, nou, we doen nog een ronde. We weten nu dat we Suus minder punten gaan geven. Ja, alleen maar. God, de fucking debiel! What the fuck? Wat kiezen we? Ik heb een kassa gekozen. Ik heb ook een kassa. Ik heb geen idee. Ik heb helemaal niks gekozen. Oké, okay, let's go tekenen! Ja, vind je dit leuk, Jan? Ja, zeker. Jij ook? Nee. Nee. Ik moet je zeggen, die van mij begint aardig... Fijn voor je. Aardig mooi te worden. Hier zo'n schermpje of zo. Ik weet het ook niet. Ik ben een beetje... ben aan het improviseren. Nou, ik vind het voor het eerst voor mezelf vind ik het gewoon een goede tekening. Maar waarschijnlijk vinden jullie het fucking lelijk. Ja, maar die benieuwd ook. Beter lachen jullie me niet uit. Wat is een weegschaal? Ik vind hem nog best goed. Okay. Ja, hij is wel decent. Oké, kijk, ik krijg gewoon een complimentje. Sneeuwpop? Oh, je maakt de hele band, of niet? Je hebt de hele band gemaakt. Ah, oké, okay, 3. Gewoon puur omdat hij boos is. Ja, en hij heeft een beetje een walvis van. Oh? Oh ja, maar Leo, okay. Huislover. Nee, eerlijk, kijk, deze is goed. Deze is goed. 4. Thanks, thanks. Ja, ik vond... En we hebben alle twee $5 gedaan, Liam. Dus op zich, kijk. Nee, samen 10. Ja, nee, daarom. Ik gewoon 5. Nou, dit is net een typemachine. Polaroid camera. Ik vind dit ook zo leuk om te doen. Ik denk dat Liam deze heeft gewonnen, maar dat is wel verdiend. Oh, 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 oh. Oei, 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 oké. Je hebt het wel geprobeerd, man. En je hebt de beste tekening. Yeah.